Gaat het goed met de woningmarkt in Oosterhout? Ik vind eigenlijk van wel. Mag ook wel eens gezegd worden. En met name omdat we in staat zijn om dit jaar 400 nieuwe woningen op te leveren. In 2018 is de planning ook 400 en in 2019 wederom 400. Daar waar we in 2016 250 woningen op hebben geleverd. En ons inwonertal zagen stijgen met 600. Dat is geen doel op zich. Maar wil je een dynamische maatschappij blijven, en dat willen we tenslotte in Oosterhout, dan moet je doorstroming hebben, dan moet je ook verjonging hebben, want hoe dan ook, Oosterhout vergrijst. Helemaal niet erg, maar als we daarbij ook maatregelen nemen om jongere mensen bij oudere mensen te laten wonen, ik zie daar echt combinatiemogelijkheden, dan zijn we goed bezig.